Vorig seizoen was het niet mogelijk om Percy van Lierop voor het Blaassen Voetbalcafé te strikken. Jan, Ad en Roland zochten hem op in Oostenrijk en maakten er een mooi filmportret van. Ziet er zo'n werkdag nou uit, Percy? Meestal is het op vrijdag zo dat ik dan een paar uur 's ochtends tijd heb om e-mails te beantwoorden of te telefoneren, scoutingwerk te doen. Vervolgens gaan we dan om 3:30 trainen met de onder 15, dat is mijn eigen team. En daarna sluit ik meestal laat bij een jongere groep, waar we zeg maar samen met een andere trainer een training doen. En, ja, zoals vandaag komt er nog een getalenteerd kind uit Duitsland. Moet een hele goede 12-jarige zijn. En, ik ben benieuwd. Nou, dingen die jij bij Padella geleerd hebt. Ja, Jurk, die je nodig kunt gebruiken. Dat is ook een rol gespeeld, denk ik. Ja, ik denk dat als ik Kees van Hintem even als voorbeeld neem, dat is zeker een man geweest die heel bepalend is geweest. Ja, ik heb als hele jonge speler toevallig, of misschien ook niet toevallig, misschien was er echt wel een filosofie van Padella uit, dat weet ik niet. Maar Kees was een van de weinigen toen de tijd, ik denk misschien wel in de hele camper, die op de wielcurve wijze ons probeerde te trainen. En gewoon met boeken die hij denk ik in de bibliotheek gehaald had of zo, gewoon aan de gang gegaan is ermee. En ik merk dat op de dag van vandaag dat de basis is voor alles. Ja? Doordat ik dat zelf beleefd heb als speler en later ook in mijn PFV-tijd eigenlijk qua techniek nooit aanmerkingen heb gekregen. Dat betekent dat door die manier van werken je heel erg goed in staat bent om een goed niveau bij een speler te ontwikkelen. En nogmaals, doordat Kees ons geconfronteerd heeft daarmee, vervolgens dat in de praktijk zelf ervaren heb wat het als speler betekent, later daar als trainer altijd op voorbeduurd heb en altijd uit die basisgedachte ben blijven trainen, heeft er uiteindelijk ook toe geleid, denk ik, dat ik ook uit Oostenrijk, of dat ik in Oostenrijk kan werken. Ja, door gewoon op een andere manier te trainen dan dat ze hier gewend waren. Ja. Dat er uiteindelijk komt dat je mee kan helpen dat de jonge speler, de jonge voetballer, uiteindelijk zijn droom kan vervullen om als profvoetballer zijn leven te leiden. Daar doe je het voor. Alleen daar. Die al voor zichzelf bezig zijn, ja, wij stimuleren natuurlijk heel erg dat ze uiteindelijk continu bezig moeten zijn met hun eigen ontwikkeling. Ja. Het gaat uiteindelijk altijd om de innerlijke motivatie. Hè. Dus niet de motivatie die van buiten afkomt, van mensen, van ouders. Ja, maar uiteindelijk de innerlijke motivatie. Die moet je als speler hebben. Het moet van jou zijn. Het moet van jou afkomen. Hè. Jij moet dat willen. Nou, als je die basis hebt, als je dat in je lichaam hebt, dan kun je natuurlijk iets worden. Give me a lifetime.
Kijk, wij proberen alles voor die gasten te doen. Alleen het initiatief om uiteindelijk profvoetballer te worden, ja, dat moet bij hun liggen. Wij kunnen dat niet voor hun doen. We kunnen hen alleen begeleiden en hun helpen. Maar we moeten daarbij ook heel duidelijk structuren stellen in de club. En heel duidelijk grenzen aangeven. En binnen die grenzen moeten hun naar werken en trainen. Maar ik denk dat wij onze kracht ook zeker is, wat heel veel proforganisaties misschien minder hebben, ja, zonder mensen daarop te veroordelen, is dat wij heel menselijk zijn. En ook heel veel vrijheid afgeven. Ja, want je kan wel iemand als een militair behandelen, maar wij denken veel sterker dat een speler die met 18, 19 in een stadion moet spelen, die moet uiteindelijk zelf een persoonlijkheid hebben, dat hij weet waar het om gaat. Hè. En die moet niet afhankelijk zijn van een regime. Nee. Op het moment dat een trainer misschien er niet meer is, moet hij het zelf kunnen. Hè. Dus ik denk aan de ene kant grenzen stellen aan heel duidelijke structuren, waarbinnen hij moet trainen en moet leven, maar aan de andere kant heel veel vrijheid geven, zodat hij zelf zijn weg vindt. Hè. Okay. Hoeveel van deze jongens, van 100 te kennen, hoeveel zal er eigenlijk op? Nou, ons doel is uiteindelijk om natuurlijk zoveel als mogelijk spelers in de eerste helft op te krijgen. En als je het heel positief ziet, ja, en je kijkt wat wij iedere dag doen, hè, en hoe intensief wij bezig zijn met de gasten, dan denken wij intern dat in 1 of 2 jaar echt dat systeem krijgt. Ja, want we zijn al 5,5 jaar bezig. We zijn toen begonnen met jaargang 94. Ja, die worden dit jaar 17. Dus dat betekent dat in de komende 1,5 jaar moeten die eerste spelers doorbreken. Nou, en dan hopen wij toch wel dat we ieder jaar een paar spelers in het eerste helft af kunnen leveren. Uiteindelijk is natuurlijk het ideaal, zoals FC Barcelona dat heeft, hè, meer dan 50% eigen jeugd. Hè. En dan met gerichte versterking op een paar posities, moeten we uiteindelijk hier in Salzburg kunnen spelen. Hè. Ik wil nou vertellen jou deze bal nog schenken. Ik denk ons 100 jaar bestaan. Alsjeblieft. Dankjewel. Of jij nog een tip had voor Bladella? Ik heb zeker een tip. Ik heb natuurlijk lang in Nederland gezeten. Ik was heel even in België en nu zit ik in Oostenrijk. En ik heb natuurlijk niet de hele wereld gezien, maar ik heb toch wel een vergelijk wat er op de voetbal in de voetbalwereld te doen is. En als je dan een amateurclub neemt zoals Bladella, waar zoveel vrijwilligers werken, zo een betekening heeft voor een dorp, met zoveel beleving mensen dat aangaan, dan denk ik dat het iets fantastisch is en dat er niet veel clubs in Europa zijn, ja, zeker niet op amateurniveau, die zoiets hebben. En ik denk dat het heel goed is dat die mensen dat beseffen. En ja, omdat ik wel vind dat dingen ook heel negatief soms gezien worden. Ja. Er zijn toch ook altijd een hoop mensen die misschien snel zeuren of klagen. En ik denk dat dat komt door het feit dat ze geen vergelijk hebben. Ja, ik denk dat wat daar opgebouwd is en hoe dat daar loopt, dat het iets bijzonders is. Oké. Okay. Ja. En dan jou?